Goedemorgen. Het is 4 jaar geleden dat ik moeder ben geworden. Ik vind het zo apart. Ik word dan toch altijd wakker op het moment dat de bevalling was begonnen. En dat was voor mij om 4 uur 's nachts. Dus ik was om 4 uur 's nachts wakker. Kijk naar een nieuwe vlog. Ik ben Marieke van Meet bij Marieke en vandaag neem ik je mee in de verjaardagscreativiteiten voor de oudste. Want die wordt... Hoe oud word je? 4. Ze wordt 4. Dus ze gaat trakteren voor de laatste keer op het kinderdagverblijf. Ze zit ja te knikken. En dan ga je naar school. Maar alles moet wel ook coronaproof. De verjaardag ook. Dus dat wordt ook nog... Leuk, het wordt gewoon een feestweekend dan. Ik ben nu op dit moment bezig met haar tractaties. Zij wilde graag... Ik had het idee al een tijdje om met wc-rollen libelles te maken. Want ze zit op de groep de libellen en daar gaat ze weg. Dus nou ja, deze libelle vliegt eruit of iets in die trant. Dus, en ik zag mijn neefje had van wc-rollen... hadden ze vliegtuigjes gemaakt met bellenblaas erin. Dat ik denk, ja, dat is een coronaproof tractatie. Bellenblaas, helemaal goed. Leuk cadeautje voor iedereen. En ik denk, ik maak er gewoon libelles van. Dus zij wilde nu een verrekijker maken. Dus die ligt even met knijpers te drogen. Zij is papiertje aan het versieren die eromheen gaat zo meteen. Dat ik dacht van, kan ik vast aan de libelles beginnen? Dus ik heb papiertje op maat. Bijna op maat. En die... ik heb er 24 nodig. Ik heb voor de rest nog niks in huis om er libellen van te maken. Maar ik kan vast een begin maken met wc-rollen. Plakken kan het ook rustig drogen, dacht ik zo. Dus dat zijn we aan het doen. Voor je verrekijker. Hier een lading wc-rollen. Dit is voor de verrekijker. Die liggen te drogen en hier nog meer papier en lijm. En een babyfoon, want de jongste slaapt. Dus ik ga aan de slag. We hebben even aftelkalenders gemaakt, hè? Ja. En hier staat... Ga naar school. En als je die inkleurt... 's ochtends als je wakker bent... dan ga je voor je eerste keer naar school. Spannend, hè? Ja. En hier zo... ben je jarig. Dus we gaan van ik ga naar school meteen door met vlaggetjes kleuren tot je jarig bent. En hoe oud word je dan? 4. Ja. Het schiet al op. Welke kleur? Rood. Welke letter is het? Van? Hemd. Goed zo. Zo. Wauw. Hoeveel nachtjes nog slapen? 1, 2, 3, 4. Oh, nog 4? En dan? En dan is het... Papa, ik wil nog 4 nachtjes slapen. En dan is deze kamer helemaal vol. En wat ga je doen dan? Vandaag naar school. Dan ga je naar school. Wat ben je aan het doen? Libelles verven. En wat ben je aan het verven van de libelles dan? Vleugels. Gaan we alle stokken doen? Ja, al deze stokjes moeten we verven. Nou ja, mag jij verven? Nu kan jij wel, hè? Deze schoen. Oké. Okay.
concentratie een beetje over. Dus bij de laatste 12 en we het zo gaan doen. En dan mag het allemaal drogen. En dan kan ik binnenkort libelles gaan maken. Want waar ga je naartoe vandaag? Naar school! Jee, grote meid! Ik heb deze week vrijgenomen van de Wie is de Mol verzeeling om ook even wat dingetjes voor mijn dochters verjaardag af te maken. Het shirtje van Beer met de vier is klaar, maar de tractaties nog niet. En ook de outfit nog niet. Ze wil een wit shirt met een vier erop. Het was eerst een paars shirt met een vier erop, maar we hebben geen paars shirt gevonden. Dus het wordt een wit shirt met een vier erop. En ik heb nog een heel leuk stofje liggen waar ik ook bij passend rokje van kan maken dan. Dus dat wordt van dat stofje, ik heb gevraagd, dat wil ze met dat stofje een vier. En dan ook een rokje. Nou heb ik om die vier te maken, heb ik plakvlieseline besteld. In ieder geval heb ik materiaal besteld zodat ik het daar de vier kan knippen. Ach, ik ga het wel laten zien. Het is een uitleg van Sue Natural. Ik heb het ook besteld bij Sue Natural. Zodat ik haar shirt mooi kan maken. En dan zelf kan vastnaaien. En dan ook even een rokje naaien. Klaar voor de look. Het shirtje. Garen is klaar. Hier zit Garen al klaar voor de look. Dit. Dus ik kan aan de slag. Maar niet nu. Goedemorgen. Ben ik weer. En ik zit op zolder. Helemaal alleen. Dus ik kan lekker herrie schoppen. Ik heb een 4 uitgeknipt. Die ligt nu op het shirt zo. Ik denk dat het motief van het stofje wel redelijk weg gaat vallen. Maar... ja, ik denk niet dat ik dat heel erg vind, aangezien dat ook al in het rokje zit. Maar je ziet dan nog steeds wel dat het hetzelfde stofje is. Dat vind ik wel grappig. Ik heb de Vliesofix, hoe heet het spul ook alweer? Ja, Vliesofix heb ik binnengekregen. Dus ik ga een applicatie maken. Ja, ik volg de tutorial van Sue Natural. Ik zal hem in mijn blogje zetten, waar ik het vandaan heb. Als je het zelf ook wil gaan doen. Ik ben zo lekker bezig. Ik heb hem al opgestreken zonder de camera aan te zetten. Haar. Maar hij zit er dus al op. Dus nu uitknippen. En niet met een stofschaar. Maar met een gewone schaar. Staat er op de blog van Sue Natural. Ik heb ook de instructies erbij gekregen, maar knip het plaatje uit de stof en gebruik een papierschaar. Je hebt nu een mooi plaatje van stof klaar om te gebruiken als applicatie. Ik ben benieuwd. Oh, dit wil ik vaker doen, jongens. Nou, het shirtje moet drogen. Dus wat doe ik dan in de tussentijd? Ik ga het rokje naaien. Ik kan hem nog niet afmaken, want ik heb de elastiek nog niet op maat. Gisteren niet aan toegekomen. Maar ik kan wel alles al in elkaar zetten. Dan hoeft alleen nog het elastiek erin en dat dan dicht naaien. En dan klaar. Dacht ik zo. Dus dat gaan we doen. Nog een tijd geleden dat ik achter de naaimachine zat. Even kijken. Moet de goede vouwstof dubbel in breedte met de goede kant naar buiten. Stik de zijn naartoe op de goede kant naar buiten. We gaan het gewoon volgen en we gaan doen. We gaan weer naaien. Lang geleden.
Door. Mijn spoeldraad was op, dus we hebben ergens een extra, ik zie hem nou niet meer, zit hij in de achterkant, ik zie hem al niet meer, maar ik moest extra aan en afvechten, naast hier zo, die we begonnen, dat is de achterkant bij de naad, en dan ergens midden voor dacht ik, maar ik zie hem niet meer, oh hier. Is het mooi verstopt. Het zij zo. Ik had geen zin om het uit te halen en opnieuw te gaan doen. Oké, eigenwijs als ik ben, wil ik hem nu gewoon voor zoveel mogelijk af hebben. Dus, snel naaien. Dus ik ben vrijdag niet meer verder gegaan. Het is nu zondag. Morgen is dag van trakteren. Ja, morgen ga ik trakteren. Morgen gaat ze trakteren. En er moet nog een hoop gebeuren. Ik was zo goed bezig met die tractaties ver van tevoren. En nu is dat gewoon prut. Het rokje is te kort. En ik had het bovenstiksel niet moeten doen. Want nu past de elastiek dus niet. Maar het rokje is ook te kort. Dus die bewaar ik voor de zus. Of als die wat groter is, dan kan je zus hem aan. Ja. En shirt met 4 heb ik wel. Die moet ik nog even zigzaggen vanmiddag. Maar dat ga ik even doen als ik alleen ben, want ik bedacht me. Dit wordt natuurlijk ook weer zo'n leuke uitdaging. Want het is een best een grote 4 midden op een shirt. En hou bochies. Maar ja, ik moet natuurlijk niet het shirt dubbel onder de naaimachine leggen. Dus dat gaat nog een leuke uitdaging worden. Wat we voor vandaag af willen hebben zijn de tractaties. Oh, ik moet mijn man bellen. We zijn wat voor de juffies vergeten. En hij is nu in de winkel. Ik ben het gisteren vergeten. Met boodschappen. We gaan nu even die libelles plakken. Dat moet nog gebeuren, dan moeten nog kaartjes gemaakt worden voor de aan, dan moeten nog kaartjes voor de juffies worden gekleurd. Ik heb even stiekem mijn shirtje zitten doen. In alle rust. Want ik vond het een beetje spannend. En ik was mijn camera vergeten. Voilà. En ik dacht dat het stof een beetje had gelubberd. Maar door even te strijken, ziet hij er mooi uit. Ik was net. Nee, dat is hartstikke goed. Is die mooi? Ja. Mooi voor jou gemaakt. Het is ook best wel een grote 4 dan zo op haar. Nou, de eerste libellen zijn klaar. Vleugels erop, oogjes erop en... Bellenblaas eruit. Er zat bellenblaas in. Nee, ik heb hem dichtgeplakt met een plakbandje. Hij heeft dichtgeplakt, een kruisje gemaakt zodat de bellenblaas blijft zitten. Hij is hem op zijn kop, houdt de vat eruit. Er zit nog een kaartje in met deze libelle vliegt door naar school en op de achterkant dan haar naam. Dan heb je zo een libelle. Nou, de tractaties zijn klaar en gefotografeerd. Dat is ook altijd wel even een dingetje. De juffencadeautjes zijn klaar. De uitdelen voor de juffen is ook klaar. Het cadeautje voor de groep is ingepakt. Volgens mij zijn we klaar. En de shirt is klaar. We zijn klaar. Yay! Het zijn de libelles geworden in de verjaardagsdoos. Dus het is gewoon een doos volgens mij van Bol of zo. En die heb ik de bovenrandjes afgehaald en daarna ingepakt met
pakpapier, een vrolijke. En daar zitten dan de tractaties in, de libellen. En dan heb ik hier een tas die morgen ook meegaat met cadeautjes voor de juffies. En het cadeautje voor de groep. En uitdelen voor de juffies. Voor ook de andere groepen, de juffies. Wat lekkers, wat kleins. Dus. Zijn klaar om morgen afscheid te gaan nemen? Wauw. Hoeveel nachtjes nog? Ik hoef geen nachtje meer te slapen. Jawel. Nog één nachtje slapen, want er is nog één vlaggetje. En dan word jij... 4. Zullen we het doen? Kijk maken. Yay. Want ik ben morgen jarig. Yay. Maar wij zijn... Dat mag. Wij zijn dus gezellig de cake aan het bakken. En wij maken altijd... Wat voor cake maken wij? Merke! Morgen is het jada! Maar mijn hyper de piep hoera patroon moet nog steeds komen. En die hebben we van Annemarie gekregen. Toen ging het trouwen, een haakje deed. En die heb ik gemaakt toen ze 1 werd. Of nou ja, daarna eigenlijk. Nou, dat is gewoon een gok slinger. Die hebben we ook gemaakt voor de eerste verjaardag, maar daar nu en dan hebben we hier nog het vervolg van de Hyper de Piep Hoera slinger. En die cadeautjes krijgen ze morgen op bed. En de stoel is versierd. Die slinger moet je even daar kijken in het i'tje. Of in de beschrijving, daar heb ik hem op YouTube uitgelegd hoe het allemaal gaat. De kroon ligt klaar, de ballon op tafel en de post. Goedemorgen. Het is 4 jaar geleden dat ik moeder ben geworden. Ik vind het zo apart. Ik word dan toch altijd wakker op het moment dat de bevalling was begonnen. En dat was voor mij om 4 uur 's nachts. Dus ik was om 4 uur 's nachts wakker. En dan gaan we zo zingend de kamertje in. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Wat ga je doen? Vlaggetje inkleuren met een ballonnetje. Oeh. Met de 4. Ja. Hoe oud ben jij? 4. 4? Ja. Wauw. En toen was ook die kalender vol. Het cake decoratieteam is bezig. En jij hebt die al mooi gemaakt. Ja, er gaat alleen nog maar groen bij. Nog groen bij? Ja, en nog een snoepje. Kijk, en dit zijn deze tubus. Die hebben we bij de Action vandaan. Geel, groen en roze. Ja, en daar zitten dan 3 spuitmondjes bij ook. Ga maar verder. Dus ik heb nu vooral die gebruikt om al die streepjes te doen. Ik laat haar gewoon uit de tube knijpen. En dan ga ik zo meteen de 4 met deze proberen. Kijken of ik van die dingetjes kan maken met een 4. Met toefjes. Laat zien. En dan hebben we hier een grote.